Hallo en welkom of welkom terug bij deze videoreeks over taal en AI. In deze video geef ik een paar tips bij het gebruik van AI chatbots zoals ChatGPT. Dit is de vijfde video in een reeks. Je kan deze video onafhankelijk van de andere video's bekijken, maar als je meer wil weten over de achtergrond van toepassingen gebaseerd op generatieve AI, dan kun je in de vorige video's dus wel meer informatie vinden. Als je AI-chatbots goed wil gebruiken, bekijk dan zeker ook de vorige video over gevaren en bedenkingen. Want daar heb ik het onder andere over hallucinaties en bias, wat toch wel belangrijk is om te begrijpen als gebruiker. Het belangrijkste om te onthouden is dat AI-chatbots niet op dezelfde manier werken als zoekmachines en dat je ze dus ook anders moet gebruiken. Chatbots zijn getraind om de meest waarschijnlijke woorden te voorspellen. De meest waarschijnlijke woorden vormen niet noodzakelijk een juist antwoord. Alleen een antwoord dat er goed uitziet. Zoekmachines zoals Google zoeken het juiste en meest relevante antwoord op in een soort databank, terwijl chatbots zelfs geen toegang meer hebben tot de data waarop ze zijn getraind. En net zoals we moesten leren werken met zoekmachines om de beste resultaten te krijgen, is het nu tijd om te leren werken met AI-chatbots. Dat komt vooral neer op het goed begrijpen van wat zo'n model is en wat de gevaren zijn. We hebben het ook over zogenaamde prompt engineering. Dat is eigenlijk gewoon een buzzword en het betekent dat je goede prompts kan schrijven. Dus dat je je vragen aan de chatbots zo kan formuleren dat je een betere kans hebt op een goed antwoord. Een eerste belangrijke opmerking is dat ChatGPT en co. wel meertalig zijn, maar misschien toch niet zo meertalig als je zou denken. We weten niet hoe het zit bij GPT-4, maar over GPT-3 weten we dat 92% van de trainingsdata van het taalmodel in het Engels was. Met dus maar 8% data in alle andere talen. 0,35% van de data was Nederlands. Op zich mogen we dus al blij zijn dat ChatGPT toch nog zo goed Nederlands kan, maar dit overgewicht van Engels heeft wel duidelijke gevolgen. Zo vroeg ik ChatGPT een tijd geleden om een krantenartikel te schrijven over zichzelf. En de titel die werd voorgesteld was Generatieve taalmodellen, de nieuwe schrijvers op het blok. Voor mensen die goed Engels kunnen is het probleem waarschijnlijk meteen duidelijk. De uitdrukking op het blok lijkt een heel letterlijke vertaling van het Engelse on the block. In het Nederlands zou je op het toneel zeggen. Dus generatieve taalmodellen, de nieuwe schrijvers op het toneel. Wanneer je in het Nederlands op het blok zegt, ja, dan beeld ik mij een heel ander scenario in. Hoewel de huidige chatbots dus wel degelijk best goed Nederlands kunnen, zorgt de hoeveelheid Engelse trainingsdata ervoor dat ze af en toe schrijven als iemand die Engels als moedertaal spreekt en goed Nederlands heeft geleerd, maar toch ook nog fouten maakt. Dat geldt trouwens niet alleen voor taal, maar ook voor cultuur. Als je ChatGPT bijvoorbeeld vraagt om een korte promotekst te schrijven om mensen aan te moedigen om bloed te gaan doneren, dan is het resultaat wel heel enthousiast. Je kan een held worden, levens redden, het toont menselijke solidariteit, je maakt een wereld van verschil, het is het kostbaarste geschenk, enzovoort. Het is misschien allemaal wel waar, maar die verwoordingen klinken voor mij nogal overenthousiast en een beetje Amerikaans. Voor een Vlaams publiek is dat wat overdreven. We zien trouwens ook weer een woord dat een heel letterlijke vertaling lijkt uit het Engels en niet bestaat in het Nederlands. Een zelfloze daad. Het komt van a selfless act. En in het Nederlands zou je normaal onbaatzuchtig zeggen. Wees dus erg voorzichtig als je Nederlandstalige teksten laat schrijven door deze tools. Wanneer je dus met die chatbots praat, kan het een goed idee zijn om in het Engels te communiceren, omdat ze voorlopig duidelijk beter werken zo. Je kan zelfs je vraag in het Engels stellen en een antwoord in het Nederlands vragen. Maak je vooral geen zorgen over je niveau van Engels. Die chatbots trekken zich meestal niet veel aan van schrijffouten, en foute uitdrukkingen zijn ook geen probleem, zoals je in dit voorbeeld kan zien. In de vorige video heb ik al uitgebreid verteld over hoe AI-chatbots soms hallucineren en schijnbaar complete onzin verkopen op een zelfverzekerde toon. Een van de manieren om die kans te verkleinen is om je vragen zo specifiek mogelijk te maken. In plaats van bijvoorbeeld te vragen wat is zwaaien en een verkeerd antwoord te krijgen, kun je beter alle informatie die je hebt al mee in je prompt schrijven. Je weet misschien al dat het een acroniem is en je vermoedt dat het gaat over een organisatie in Vlaanderen die iets met AI te maken heeft, omdat ze betrokken zijn bij deze video's. Als je de vraag op deze manier stelt, zie je dat je wel een juist antwoord krijgt.
Omdat ik dit heb getest met de betalende versie van ChatGPT, heeft het systeem hiervoor ook een online zoekopdracht uitgevoerd en zie een bronvermelding. Je kunt daarop klikken om de site te bekijken waarvan de informatie komt. Maar weet wel dat je zelfs met deze bronvermelding nooit 100% zeker kan zijn dat de informatie correct is. Voor de volgende tip is het wat moeilijker om een concreet voorbeeld te geven, maar over ChatGPT wordt gezegd dat het systeem betere antwoorden geeft wanneer je het systeem een rol toewijst en het doelpubliek definieert. Eigenlijk komt dit een beetje neer op wat ik daarnet zei, wees specifiek. In plaats van te zeggen, bedenk een titel voor een video over GenAI, kan je het systeem prompten dat het een ervaren copywriter is, die goed is met YouTube. Je kan meer informatie geven over de inhoud en over het doelpubliek. En aangezien het systeem ook nogal de neiging heeft om lange antwoorden te geven, kan het geen kwaad om nog even toe te voegen dat het kort moet. Het is misschien een beetje subjectief, maar in dit voorbeeld vind ik de tweede suggestie wel al een iets betere titel. Nog een belangrijke strategie bij het prompt is om voorbeelden te geven. Dat noemen we zero-shot, one-shot of few-shot learning. Hier vroeg je bijvoorbeeld om zinnen met 5 woorden, waarbij het middelste woord voorbeeld is. Typisch een vraag die je niet gewoon kan googlen, maar die toch ook niet gemakkelijk is voor generatieve AI. De eerste poging van de chatbot was dan ook niet zo behulpzaam. In elke zin stond het woord voorbeeld achteraan. Dat was dan zero-shot. We gaven zelf geen voorbeeld mee. Dat was dus niet wat ik zocht en ik heb mijn vraag dan iets concreter gemaakt en ik heb zelf een voorbeeldzin toegevoegd. Wat een voorbeeld van onvoorspelbaarheid. Dit is one-shot learning en deze keer krijgen we toch 1 voorbeeldzin die aan de criteria beantwoordt. Wat een voorbeeld van discipline. Een zin met 5 woorden waarbij het middelste woord inderdaad voorbeeld is. Dus we proberen nog eens en we geven nu meerdere voorbeelden mee. Few-shot learning. En de output is dan nog iets beter met al 3 bruikbare resultaten. We kunnen nog verder gaan, nog meer voorbeelden geven. En nu beantwoorden alle zinnen aan de criteria. Maar het systeem heeft misschien iets te veel aandacht besteed daaraan, want de eerste 2 zinnen zijn nu een beetje onzin. Men ziet dus wel dat voorbeelden geven een groot verschil kan maken. U kunt nog een andere strategie toepassen, bijvoorbeeld chain of thought prompting. Letterlijk een keten van gedachten maken. In plaats van meteen om het antwoord te vragen, vraag je om stap voor stap over het antwoord na te denken. Dat klinkt een beetje fout omdat een taalmodel natuurlijk niet echt kan nadenken en redeneren, maar het helpt soms wel om betere antwoorden te krijgen. In dit voorbeeld vraag ik opnieuw om zinnen met 5 woorden, waarbij het middelste woord voorbeeld is. Ik geef deze keer zelf geen voorbeeld, dus zero shot, maar ik voeg toe, beredeneer stap voor stap of de zin klopt en of het middelste woord wel degelijk voorbeeld is. De eerste poging van ChatGPT is opnieuw fout. Dit is een voorbeeldzin. Is niet alleen fout geschreven, maar plaats voorbeeld niet in het midden zoals gevraagd. Maar dan telt het systeem de woorden in de zin en komt het zelf tot de conclusie dat het voorbeeld niet klopt. Bij een derde poging in hetzelfde antwoord wordt er dan wel een correcte zin geproduceerd. Vreemd genoeg kan een chatbot dus soms de eigen fouten detecteren en corrigeren, ook al is het niet altijd mogelijk om die fouten te vermijden. Dat toont ook hoe die antwoorden niet op voorhand zijn gepland en dat je zo'n systeem niet meer intelligentie moet toedichten dan er is. Er verschijnen regelmatig nieuwe trucjes om beter te prompten en die zijn niet altijd heel intuïtief. Zo wees onderzoek van DeepMind uit dat hun PaLM-model betere antwoorden produceren als je de volgende zin aan de prompt toevoegt. Take a deep breath and work on this problem step by step. Dus haal even diep adem en werk stap voor stap aan dit probleem. En dan krijg je betere antwoorden. Ander onderzoek wees dan weer uit dat taalmodellen gevoelig zijn voor emotionele pleidooien. Van 6 geteste modellen werden de antwoorden beter als de zin "This is very important for my career" werd toegevoegd. Als je dus zei dat het erg belangrijk was voor je carrière, kreeg je een beter antwoord. Over al die extra trucjes is nog weinig informatie en bewijs en ze zouden ook kunnen verschillen per model. Dus ik ga er hier niet verder op in en ik vat nog even de belangrijkste tips samen. Eerst en vooral, gebruik AI-chatbot niet op dezelfde manier als gewone zoekmachines. Ze zijn lang niet even betrouwbaar en ze werken op een heel andere manier. De huidige taalmodellen zijn veel beter in Engels dan in andere talen, dus gebruik Engels waar mogelijk en let op wanneer je teksten wil in andere talen. Wees specifiek met wat je vraagt,
wijs eventueel rollen toe aan de chatbot en bepaal je doelpubliek. Bij moeilijke prompts helpt het om voorbeelden te geven. En er zijn nog veel meer trucs, maar eigenlijk komt het er vaak op aan om zelf wat te experimenteren. Wat werkt en wat niet werkt is niet altijd intuïtief, maar met wat ervaring merk je snel wat voor prompts tot betere resultaten leiden. Zo, dit was voorlopig de laatste video in deze reeks over taal en generatieve AI. Ik hoop dat dit interessant en relevant was en hopelijk blijft dat ook nog even zo voor het allemaal achterhaald is door weer nieuwe technologie.